Paragraaf 4.3 van geschiedenis werkplaats over het eindexamen geschiedenis over de geschiedenis van de Verenigde Staten en de federale overheid gaat over de strijd van de zwarte bevolking tegen discriminatie, voor burgerrechten. Dus tegen die Jim Crow-wetten, die discriminerende wetten die aan het einde van de 19e eeuw in het zuiden van de Verenigde Staten werden ingevoerd om die zwarte bevolking onder de duim te houden. Want net zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog roept ook de NEECP, de vakbond voor zwarte mensen, op om in de industrie te gaan werken en om in het leger te gaan dienen. De zwarte bevolking moest actief bij gaan dragen aan de geallieerde overwinning tegen Nazi-Duitsland. En dat betekende, net zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog weer een migratie plaatsvond van zwarte Amerikanen die van het zuiden naar het noorden trokken, om daar in de oorlogsindustrie te gaan werken. En de lonen begonnen te stijgen en ook de zwarte bevolking begint daarvan te profiteren. Dus er ontstaat een zwarte middenklasse. En die zwarte middenklasse die streeft naar een dubbele victory. Een victory aan de ene kant tegen nazi's, linksonder op de poot, en Japanners, rechtsonder, maar ook een overwinning op die Jim Crow-wetten. Je ziet het, die Jim Crow-wetten worden bij de nek gegrepen, oftewel daar moet een einde aan komen. En in deze periode, 1954 tot 1965 en daarna ook nog steeds, wordt die strijd tegen de achtergestelde positie steeds intensiever. Het begint in 1954 in de wereldberoemde uitspraak van de Supreme Court Brown versus the Board of Education of Topeka. Topeka, een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten. Brown was een meisje, was de vader van een gezin waarvan de dochter naar een zwarte school moest. Separate, but equal, gescheiden, maar gelijk. Probleem was alleen dat die zwarte school 5 mijl lopen was van haar huis, terwijl er een witte school bij haar om de hoek was. Dus die vader klaagt de Board of Education van die school aan, omdat zij haar dochter niet willen toelaten. En die Board of Education redeneert, zwaar verderop zit een zwarte school, ga daar maar naartoe, want je hebt wel gewoon recht op onderwijs. Nou, die rechtszaak komt tot aan de Supreme Court, het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten, en zij oordelen dat gescheiden scholen in strijd zijn met de Amerikaanse grondwet. Dus vandaar dat de Supreme Court een einde maakt aan die segregatie op scholen. En dat is de eerste stap, want in 1955 is er een tweede stap. Rosa Parks, een zwarte vrouw, weigert namelijk op te staan voor een blanke man in de bus. Het zwarte gedeelte van de bus, doorgaans achter in de bus, was overvol en Rosa Parks besluit om voorin te gaan zitten in het witte gedeelte. En de buschauffeur vraagt als een blanke man in de bus stapt, wilt u opstaan? En zij weigert dat. Want zij vindt dat zij net zoveel recht heeft op een zitplaats. Rosa Parks wordt gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf. En de lokale dominee, Martin Luther King, dominee van Montgomery, die pikt dat op. En hij gaat de strijd aan, de Civil Rights Movement. Hij gaat een organisatieleider die op gaat komen voor burgerrechten. En wat hij afspreekt is dat de zwarte bevolking een jaar lang het openbaar vervoer in de stad Montgomery gaat boycotten. Oftewel, the walk to freedom. Zwarte Amerikanen lopen wel naar hun werk, lopen wel weer terug naar huis, lopen naar hun scholen. Alles om die busmaatschappij te laten zien hoe immoreel en discriminerend dat is. En, dat is vooral de zwarte bevolking die gebruik maakt van het openbaar vervoer, om die busmaatschappij ook financieel te treffen. En uiteindelijk buigt de busmaatschappij. En in 1960 vindt de Greensboro sit-in plaats. Want wat was het geval? Een aantal zwarte jongens, 7 jongens, die gaan in Greensboro bij een universiteit naar een lokaal cafetaria om daar iets te drinken. En zij gaan aan het gedeelte zitten waar alleen witte mensen worden geholpen. En de ober die weigert hen te helpen. Separate but equal. Blanke mensen mochten alleen geholpen worden, zwarte niet. En de jongens blijven zitten. Zij blijven net zo lang zitten totdat zij geholpen worden. En de dag daarna komen de jongens terug, maar ze komen niet alleen terug. Zij nemen 25 anderen mee. En ze gaan allemaal in het witte gedeelte zitten.
En de dag daarna komen er al meer dan 60 mensen op af. En inmiddels pikken de tv en de krant pikken dit ook al op. En de jongens worden geïnterviewd en komen in de kranten te staan. En overal in de Verenigde Staten en vooral universiteitssteden ontstaat er protest. Want de vierde dag van die zitting zijn er al meer dan 300 mensen die daar in dat café zitten. En uiteindelijk verspreidt dat zich dus over de rest van de Verenigde Staten. En dan wordt steeds meer duidelijk dat die zwarte bevolking in opstand aan het komen is. En president Kennedy en later president Johnson ondertekent dus ook de Civil Rights Act. De Civil Rights Act die een einde maakt aan de discriminatie van de zwarte Amerikanen vooral. En je ziet hier die ondertekening door president Johnson op de voorgrond. En recht achter president Johnson als enige zwarte man staat Martin Luther King. Oftewel, zwarte Amerikanen hebben de weg gevonden naar de Amerikaanse overheid. En president Johnson gaat verder, want in 1965 ondertekent hij de Voting Rights Act. En dat betekent dat het voortaan verboden werd om iemand te toetsen op bijvoorbeeld zijn begaafdheid om te kunnen lezen voordat hij mag stemmen. Oftewel, analfabeten, wat het overgrote gedeelte van de zwarte Amerikaanse bevolking was, mochten ook stemmen. Die mochten hun stemrecht niet ontnomen worden. En op papier wordt die discriminatie dus afgeschaft. Maar de praktijk blijkt weer barstiger en in de praktijk blijft die discriminatie bestaan. En dat leidt op een gegeven moment tot echt actief verzet van de zwarte bevolking. De zwarte bevolking, groepen daarbinnen, die streven naar het omverwerpen van die blanke heerschappij. En dat zijn onder andere de Black Panthers. En hier zie je twee zwarte Amerikaanse atleten tijdens de Olympische Spelen van Mexico die het symbool van de Black Panthers maken. Zij willen door middel van geweld een einde maken aan de discriminatie. En zij zijn niet de enige, want ook de Nation of Islam doet dat. Onder leiding van Malcolm X en Muhammad Ali. Op de foto hier zie je Malcolm X. En ook zij streven naar een black power, zwarte kracht en zwarte macht, oftewel een verwerping van blanken. En ook actief geweld tegen blanke mensen. En zij kunnen dus eigenlijk wel een beetje gezien worden als de tegenhanger van de Ku Klux Klan.